3-4 zwemmers en dan een aflossing. Dat is wat de voorzitter van de Belgische Zwembond kwam vertellen. Dat noteren we voor Londen weliswaar. Want op het EK mikken we natuurlijk toch een stuk hoger. We kijken naar de finale op de 200 meter rugslag bij de heren. Met dus alweer een sterke Nederlander die we daar straks ook al zagen. Nick Driebergen in baan 4. Ook een hele jonge Belg hierbij, Lander Hendricks. Die zich ook al gekwalificeerd heeft voor de Europese jeugdkampioenschappen op die 200 rug. Hij is nog maar 17 jaar, moet nog 17 jaar worden. Hij zwemt nu in baan 6. Hij is overigens de enige Belg in dit gezelschap. Weer heel veel Britten dus, een Hongaar en een Nederlander ook nog in dit niet te sterk bezette nummer. Want de Belgisch record nog altijd op naam van Stefan Manen. 20 jaar oud nu, 1,59,64. Ja, maar van die Lander Hendricks kunnen we misschien in de toekomst toch wel iets verwachten. Technisch zeer sterk. En ook zijn onderwatertechniek, want dat is natuurlijk heel belangrijk op de rugslag. Is meer dan voldoende. U ziet nu pas boven. Is nog heel jong. Want bij het mannen zwemmen is 17 jaar, daar waar het vroeger al oud werd op 21 jaar, begint het nu pas. Dat zien we op de grote toernooien, dat 17, 18 jaar nog echt zijn onder de mannen. Vanmorgen is maar een tijd van 2 minuten 4 seconden. En op het EJK, als hij zich nog 2 seconden, 2 à 3 seconden kan verbeteren, kan hij misschien wel meedoen voor de medailles. Maar deze wedstrijd wordt zonder meer gewonnen door Peter Bernek. Dat was trouwens tijdens de laatste Europese kampioenschap op korte baan in Polen. Stond hij op het podium. Met een onorthodoxe techniek moet ik wel zeggen. Hoofd helemaal niet stil. Pure krachtzwemmer. En toch een mooie tijd van onder de 2 minuten. 1,59,16. En dan houden we ook de tijd van Lander even in de gatenbaan. Zij stikt nu aan in 2,04,12. En is hij net 700ste trager dan vanmorgen. Maar ook Peter Bernek, deze man, is tevreden met zijn 1,59,16. En met die tijden zullen we op het EK van Antwerpen zeker in de finale komen. Dankjewel, Sid. Dat alles over de 200 meter rug. En we gaan naar de laatste discipline kijken. Het laatste individuele nummer voor vandaag. En dat is de 50 meter vrouwen bij Vlinderslag.